Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Een veel aangevraagde video, mijn skincare routine. Ik moest er echt even voor gaan zitten, want ik wilde er mooie close-ups van maken. En ja, gewoon dat het een mooie video zou worden. Wat ook veel aangevraagd is of ik mijn haar een keer los wilde doen. Nou, bij deze, ik heb echt een hekel aan los haar. Het zit me steeds in de weg en ik krijg steeds een neiging om zo te doen. Ik snap wel dat het er wellicht leuk uitziet. Maar ja, het is gewoon niet mijn ding. Maar goed, voor deze video voldoe ik aan jullie wensen. En doe ik mijn haar een keertje los. Ik ga gewoon beginnen met een hele dagroutine aan skincare. Vervolgens wat ik 3 keer in de week doe. Vervolgens wat ik 1 keer in de week doe. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik sta 's morgens op. Als mijn wekker gaat, ben ik echt chagrijnig. Ik heb echt een ochtendhumeur. Maar ja, mijn wekker gaat dan ook om 5:30, 6 uur. Nou ja, eigenlijk zou ik er om 5:45 uit moeten komen. Maar ik moet zeggen dat ik daar heel snel, heel vaak uitstel. En dan snoes en dan poep, poep, poep en zo. En nou, ik heb gewoon een telefoon, dus ik doe netjes drukken en zo. En dan ga ik een keer vloeken omdat ik dit werk heb gekozen. Want mensen met een kantoorbaan kunnen nog 3 uur blijven liggen. Nee, 2 uur. Maar ik moet zeggen, als ik dan helemaal wakker ben, ben ik wel heel blij met mijn werk, hoor. Het is niet dat ik altijd alleen maar aan het zeuren ben. Maar ik heb 's morgens dus echt heel weinig zin om in de skincare routine. En ik hou hem dan ook heel simpel. Ik reinig mijn gezicht met cleansing milk van de Body Shop, de Aloe Vera Calming Facial Cleanser. En de bijbehorende tonic die bijna op is. Deze gaat sneller dan die. Waarom weet ik niet. Misschien dat ik hier wel royaler mee ben dan hiermee ofzo. En ik moet zeggen dat ik deze gewoon gebruik en dat ik ze niet bijzonder vind. Ook niet bijzonder slecht ofzo, maar... ik vind de vitamine E eigenlijk net even iets fijner. Die heb ik ook nog op voorraad. Ik heb nog veel te veel op voorraad. En als die op is, dan ga ik over weer op terug op de vitamine E. Dit cleanst heel goed. Haalt alle vettigheden weg. Verzacht ook heel erg. Want ik heb een vettige huid. En ik heb het idee dat als ik die huid verzacht, dat het dan minder vet wordt. Dus als je minder agressieve producten gebruikt, wordt je huid minder vet. Want wanneer je agressieve producten gebruikt, dan helpt het even. Maar dan denkt je huid al heel snel van... Ik moet meer vet aanmaken, want het is droog. Dat heb ik met deze producten absoluut niet. Wat ik ook ontdekt heb, is dat ik gewoon een serum, als ik gewoon een serum gebruik. Deze is van The Ordinary, de hyaluronzuur. Heb je me ook in de favorieten van heel 2018 over horen praten. Als ik dat gebruik, dat mijn huid ook een stukje minder vet wordt. Als ik er een dagcreme op smeer en ik laat hem niet 1/2 uur intrekken, dan gaat mijn huid geheid glimmen halverwege de dag. En ik heb 's morgens geen 1/2 uur om een... huid of om een dagcreme in te laten trekken. Dus ik gebruik alleen dit. Misschien slecht. Aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik dat dit wel gewoon voedend genoeg is. En dat dit kan echt wel mijn dagcreme vervangen. En eigenlijk vind ik het theoretisch gezien ook nog eens, kan het ook nog eens als primer dienen. Want het is een beetje, ja, het heeft een structuur ook. Er zit geen siliconen of zo in, maar een structuur van een primer. Het plakt heel erg, laat ik zo zeggen. En ik vind het dan ook fijn om daar meteen make-up over te doen, want anders plakt mijn huid gewoon. Overigens, als ik er make-up over doe, dan niet meer. Maar dit is dus mijn simpele skincare routine in de ochtend. 3 producten. Hoezee. Vervolgens ben ik gewoon de dag normaal. Ik ga niet 's middags mijn huid reinigen of zo. Dat doe ik niet. Maar ik ga 's avonds uiteraard wel mijn make-up eraf halen. Meestal doe ik dat in bad. Ja. Ik ga bijna iedere avond in bad. Ja, ik weet het. Slecht voor je huid, maar zo lekker voor de geest. En dan haal ik mijn make-up eraf met micellair water. Op het moment gebruik ik die van Garnier. Deze die zag je in een 10 random review. Of ga je die nog zien in een 10 random review? Ik denk dat je hem al gezien hebt. In een 10 random review video. En hij is nou iets meer dan de helft leeg. En ik vind hem prima. Maar ik vind deze niet fijn voor aan mijn ogen. En mijn standaard micellair water van Simple. Dit is mijn favoriete micellair water dat ik ooit heb geprobeerd. Vooral qua ingrediënten. Want het 4e ingrediënt is dus al niacinamide. En niacinamide is een heel goed ingrediënt tegen huidveroudering. Ook voor de jongere huid te gebruiken. Dus niet schadelijk. Deze vind ik te duur om voor mijn ogen te gebruiken. Dus ik gebruik er eigenlijk altijd een losse olie bij. Deze is nog vetter dan die. Maar deze prikt meer aan mijn ogen dan deze. Deze is van Balea toevallig. Ik vind deze prima. Die van de Kruidvat vind ik ook prima. Ik heb er nou toevallig nog 2 van Balea liggen. Deze is bijna op. Hier heb ik dan niet zoveel voorkeur in. Die van de Hema vond ik dan niet zo fijn, want die prikte aan mijn ogen. Maar ja, weet je, daar maakt me dan niet zo heel veel uit. Gewoon de goedkoopst mogelijke. Ik vind wel 2 fasen fijn. Pure olie vind ik niet fijn en zonder olie vind ik ook niet fijn. Dus ik heb wel altijd 2 fasen make-up remover. Vervolgens ga ik mijn skin cleansen. En het liefste doe ik dat met Purity Made Simple van Philosophy. Een hele bekende face wash. En ja, ontzettend fijn. Ook altijd in combinatie met de reinigingsborstel van Olaz doe ik dat. Dit is een dupe en ik geloof dat deze 20 euro of zo kost.
Ik moest even niezen. Ik geloof dat deze 20 euro of zoiets kost. Of 30. En die is dan ook nog vaak 50% korting. Dus die vind ik echt super fijn. De reinigingsborstel van Olaz. En het liefst gebruik ik deze omdat deze mijn huid ontzettend goed voedt ook meteen. En wat ik al zei, ik heb een vette huid, maar tegelijkertijd ook een vochtarme huid. En ja, zodoende vind ik deze heel erg fijn. Maar ik ben bezig met deze op te maken. Deze zat in mijn uitdaging van 2018 of 2019 om op te maken. En ja, zodoende ben ik hem op aan het maken. Hij is niet slecht, hij is eigenlijk heel erg goed. Maar je betaalt 20 euro voor deze in een Nederlandse drogist. Bij de Ethos is dit te koop. En voor Philosophy betaal je ook zoiets, geloof ik. Ja, die kleinere zijn dan 11, maar deze is in Amerika te koop. En ik geloof dat ik daar van 473 milliliter, dat ik er ook zoiets voor betaald heb. En ik vind deze veel fijner. Deze is veel meer basic, veel meer drogisterij. En daar is niks mis mee, maar dan wil ik ook drogisterij prijzen. Deze is trouwens heel erg geschikt voor de zeer gevoelige huid. Goed verdraagbaar voor de zeer gevoelige of droge huid. Nou. Mocht je nog zoiets zoeken, dan is deze het misschien wel waar. In Amerika is Cetaphil en CeraVe, dat zijn broertjes en zusjes, broer en zus van elkaar, heel erg populair. En ik snap het wel, maar ik vind Purity gewoon fijner voor mijn huid specifiek. Als ik dat gedaan heb, dan droog ik mijn huid met een washandje. Ik heb vaak een washandje op de badrand liggen en daarna gebruik ik een tonic. Deze is van Olaz, de anti-aging reinigingswater, anti-verouderingstonic. Nou, ik ben natuurlijk pas bijna 25. En ik heb dat niet echt nodig. Maar hier zit ook het derde ingrediënt niacinamide in. En op de derde regel staat al salicylzuur. Beide heel erg goed voor de vettige huid. Ontzettend goed voedend. En ja, salicylzuur exfolieert dus ook een beetje. En ja, dat vind ik heel erg fijn. Dan kom ik uit bad na een uurtje of 6. Nee, maar ik hou wel echt lekker van luxe in bad liggen en zo. Dat vind ik echt super fijn. En dan gebruik ik eigenlijk 3 producten. Is dat niet overdreven, vrouwtje? Ja, dat is overdreven. Maar aan de ene kant wil ik compenseren omdat ik 's morgens alleen maar een serum gebruik. En aan de andere kant vind ik het ook gewoon heel erg fijn en luxe aanvoelen om lekker me te verwennen. En is dit echt mijn momentje van de dag, zeg maar, als ik in bad ben geweest of in bad nog lig en dan lekker mijn huid te verwennen. Ik gebruik een Essence. En Essence moet ervoor staan dat je de producten die je daarna gebruikt beter worden opgenomen. En het voedt tegelijkertijd ook heel erg goed. Ik weet niet of het weer zo'n hype is of dat het echt werkt. Maar Koreaanse meiden gebruiken dit stevast in hun routine al jaren en die hebben zo'n mooie huid. En nou weet ik niet of ik dat kan nabootsen door middel van dit. Maar deze is van Cosrx. C-O-S-R-X. En dit is de Whitening Power Essence. Als het om Koreaanse skincare producten gaat, moet je niet schrikken van de naam whitening. Want daarmee bedoelen ze eigenlijk dat het pigmentvlekjes vermindert. Ik ben al best bleek van mezelf. Maar ik heb niet het idee dat ik hier nog bleker van word of zo. In Korea is dat en Azië is dat een schoonheidsideaal. Hoe bleker je bent, hoe mooier. Nou, bij ons gelukkig niet. Maar ik heb echt het idee dat dit ook wel. Want ik heb wat pigmentvlekjes op mijn gezicht en zo. En ik heb wel het idee dat dit er echt wel iets voor doet. Dus vandaar dat ik hem ook heel graag gebruik. Dus die. Te koop op Bougie Shop. En op dermarolling.com. Helaas niet in de winkels. Vervolgens gebruik ik een serum, een andere dan, in de dan overdag. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat ik 's morgens ja, gewoon wat voeding wil. En 's avonds ook wat meer verzorgende ingrediënten die ook, ja, echt tegen de huidveroudering en zo helpen. Deze is van Paula's Choice, het Super Booster Vitamine C serum met vitamine E en ferulic acid. Misschien heel slecht, maar dat ken ik dan niet. Ik had er eigenlijk even van tevoren op moeten zoeken, maar ja, dat is nou falikant mislukt. Error. Maar deze die is bijna op, as you might see. Ja, die zit nog tot hierin of zo. En ik gebruik 's avonds 2 druppeltjes. Ik heb er ook lang mee gedaan. En dat doe ik dan op mijn handpalm en dan lekker in mijn gezicht drukken. Niet wrijven, want dan krijg je iets minder, maar echt drukken. En ja, ik heb ook het idee dat deze ook wel echt helpt tegen huidveroudering. En ik ben er in ieder geval niet ontevreden over. Hij is wel duur. Ik geloof dat zo'n dingetje 30 of 40 euro kost. Pin me dan niet op vast alsjeblieft. En ja, ik weet niet of ik hem nog een keer opnieuw koop. Want ik heb ook nog andere serums van The Ordinary liggen. En die zijn en een stuk goedkoper en misschien wel even fijn.
Vervolgens gebruik ik nachtcreme. Ik gebruik het allerliefste Purity Hope in a Jar nachtcreme. Die zwarte pot dus. Maar op het moment heb ik die van Olaas in gebruik. Puur om hem op te maken. Nou ja, dat was van tevoren nooit. Want dit was mijn standaard nachtcreme. Ook dagcreme trouwens. Als ik op vrije dagen smeer ik wel dagcreme. Voor ik make-up op doe. Maar dan laat ik het een half uurtje intrekken. Dat vergat ik te zeggen. En dat is deze. De dagcreme hiervan. Maar die heb ik nou niet bij. Want het is zo sporadisch. Ja, nou ja. Vrije dagen dus. En dit is een wat dunnere nachtcreme. Maar hij voelt ontzettend goed. Zit ook veel niacinamide in. En ja, zoals je misschien wel... Ik heb het al gezegd, maar misschien ook wel kunt merken. Ben ik echt fan van dat ingrediënt. Vind ik super fijn. En deze gebruik ik nu. Maar als deze op is, ga ik weer terug naar Philosophy. Want sinds ik die ontdekte, ben ik daar gewoon verliefd op. En ik moest deze van mezelf eerst opmaken. Dit is wat ik elke dag doe. Soms sla ik een dag over, soms sla ik een routine over, soms sla ik een product over. Soms heb ik helemaal nergens zin in en dat gebeurt dan ook wel eens. Ja, slecht. Nou, mijn make-up halen krijg ik altijd af, dat moet ik zeggen. Al is het maar met een reinigingsdoekje of zo. Dan heb ik nog dingetjes die ik niet iedere dag doe, maar die ik twee keer in de week doe. En dat is eigenlijk exfoliëren. Ik gebruik heel graag deze van The Ordinary. Dit is een zuur dat zeg maar de dode huidcellen van je huid af. Bijt. Het is ook een bijtend goedje. Je moet het niet in je ogen krijgen. Maar op mijn huid heb ik er geen last van. En vind ik het helemaal niet vervelend of zo. Nou ja, op een puistje of zo. Dan merk je wel dat het wel een beetje heftiger is. Maar dit zit alpha-hydroxyzuur in. Dat is dus glycolzuur 30%. En BHA-zuur. Dat is dus salicylzuur. En deze dit is, serum. Het is een roodachtig spulletje. Het is knalrood. Maar dat moet ook. Want je moet weten dat het op je huid zit. Je mag het niet vergeten eraf te halen, zeg maar. Want dan dat is dan weer niet goed voor je huid. Je mag het 10 minuten laten zitten. Ik moet zeggen dat ik wel eens smokkel. 12 of 13 minuten. Heb ik nog nooit problemen mee gehad. Als je echt een heel gevoelige huid hebt, zou ik dat niet doen. En mijn huid voelt zacht hierna. Niet te filmen zo zacht. Ik heb wel het idee dat ik hem daarna moet voeden. Het droogt niet uit, maar ik moet het wel voeden. Dat idee heb ik heel erg. En vooral omdat het toch wel bijtend... Ja, bijtend. Het is niet bijtend, maar het is een zuur. En dan wil je toch je huid alweer een beetje opfrissen. En daar gebruik ik dan heel graag een maskertje voor. Deze van de Action vind ik de fijnste maskertjes die er zijn. Ik heb het er al heel vaak over gehad. Dit is de Sneeuwstar Facial Sheet Mask. En ik kon hem bij onze Action niet meer vinden. En daar baal ik van. En andere meiden zeiden van bij onze Action is hij nog wel te koop. Dus ik ga wel even binnenkort nog wat Actions af. Aan de andere kant heb ik er nog iets van 15 op voorraad of zo. Maar ik zal toch ook op zoek moeten naar andere maskertjes. Alternatieve maskertjes die ik even fijn vind. En ook even goedkoop zijn. Want deze is 80 cent bij de Action of zo. Iemand zei trouwens, een kijker, dat op bol.com hadden ze ook. Maar daar zijn ze 6 euro. Ja, dat vind ik wat. Ik gebruik deze dus twee keer in de week. 12 euro in de week vind ik dan weer te veel. Snap je? Ze zijn goed, maar niet om... Ja, ik denk dat je goedkopere alternatieven hebt, laat ik het zo zeggen. Vervolgens wil ik ook daarna, als ik mijn maskertje heb afgenomen, mijn huid verwennen. En dan gebruik ik dus wel gewoon, deze twee, de Essence en het serum. Maar ik gebruik in plaats van nachtcreme, gebruik ik een olie. De Vitamine E Overnight Serum in Oil van de Body Shop. De Body Shop Vitamine E was mijn favoriete lijn van de Body Shop ooit. En daar heb ik heel veel spullen van gebruikt. De dagcreme, de nachtcreme, de cleanser, de tonic, het maskertje, hoe heet het, in een pot variant, zeg maar. Maar ik ben gewoon door de jaren heen andere producten gaan gebruiken. En ik vind dat je als YouTuber ook wel dingen moet proberen, snap je? Dat je echt dingen moet proberen en dat je ook je kijkers iets kan vertellen over andere producten, zeg maar. En deze is super voedend, super vettig. Je moet daarna geen make-up meer aanbrengen, want het glijdt gegarandeerd van je huid af. Maar ja, shit happens. En ik vind deze echt ontzettend fijn. En ik moet zeggen dat ik hem ook wel eens vaker in plaats van mijn nachtcreme gebruik. Niet en, want dan is het de volgende dag nog vet, zeg maar. Maar deze is heel erg fijn. Kruidvat heeft een heel goed budget alternatief met amandelolie. Die is ook heel erg fijn. Dan heb ik nog een ding van Paula's Choice. De Clinical 1% Retinol Treatment. Deze gebruik ik 1 tot 2 keer in de week. Want ze zeggen dat je deze niet iedere dag in één keer mag gaan gebruiken. Omdat je dan uitbraak van puistjes en zo kan krijgen. Ik heb dat heel eigenwijs wel gedaan. En ik kreeg inderdaad puistjes. Ik heb toen een aantal dagen ook niet gefilmd. Ik denk van nee, dat kan ik mijn kijkers niet aan. Die schrikken zich kapot. Maar waar is het dan wel goed voor? Het moet heel erg goed zijn tegen huidveroudering. En dat zou je niet direct moeten merken. Maar pas na een tijdje dat je denkt van mijn huid is minder verouderd dan die van een ander.
dat is niet zo mijn ding, weet je. Ik ben ook in mijn werk, als iemand een lage bloeddruk heeft, dan geef ik een bouillon en binnen een half uur is die bloeddruk omhoog. Dat wil ik hebben, weet je wel. Van, oh, bam, meteen resultaat. Dat is met dit niet, maar ik gebruik het wel heel trouw. Echt maar een heel klein drupje. En 1 tot 2 keer in de week. En ik probeer het zo op te bouwen naar vaker. En het is dus zo dat je huid eraan moet wennen. Er was even herrie. Nou, herrie, ze waren gewoon aan het praten. En in ons gezin praat dat dan wat harder dan in andere gezinnen. Daar hebben ze hier ruzie, maar het is gewoon ons volume. Ik weet niet of ik hem nog een keer opnieuw koop als hij op is. Want ja, wat ik al zei, ik merk niet direct resultaat. Waar ik dat bijvoorbeeld met die wel merk of zo. En die niet. Ja, dat is een beetje discutabel. Dan heb ik nog 2 producten die ook in de favorieten van heel 2018 zaten. In de budgetfavorieten. En dat zijn 2 maskertjes van L'Oréal. Deze zijn geweldig. En deze gebruik ik echt als ik zin heb om een maskertje te gebruiken. Of als ik tussendoor denk van, oh, mijn huid voelt een beetje droog, gebruik ik deze. Of mijn huid voelt een beetje vet, dan gebruik ik deze. Mijn huid voelt nooit echt droog, maar wel, ja, kan als ik veel in de kou ben geweest wat oncomfortabel aanvoelen. Snap je? Ik bedoel dan niet vet of droog, maar gewoon een beetje bleh. Dan gebruik ik heel graag deze. En als je wat vetter voelt, deze. Want dit helpt echt zo goed tegen de vette huid. Niet uitdrogend, maar gewoon echt zo'n zwarte klei. En oh, ik vind dit zo lekker. Mijn huid voelt dan ook zo zacht naderhand. En deze heb ik alweer een nieuwe op voorraad, terwijl er nog voor de helft in zit. Laten we nagaan hoe fijn ik ze vind. Eventjes gewoon benadrukken. Was dit mijn skincare routine? En als ik zo naar alles kijk en kijk naar de grote bak waar het in gezeten heb, die dan gewoon 3/4 vol zit, dan denk ik, daar gaat best wel wat geld in een jaar uit aan skincare routine. Maar vind ik te erg? Ik denk eigenlijk van niet. Want ja, ik, weet je, ik geef ook veel geld uit aan make-up. En dan vind ik dat je huid het ook verdient om geld uitgegeven te worden aan skincare. Maar dat ben ik. Ik hoop in ieder geval dat je het heel erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik hoop dat je iets aan de video hebt gehad. Je hoeft het niet allemaal na te doen of zo. Want iedere huid is anders. Maar ik hoop wel dat je er iets aan hebt gehad. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei!